zelfs zo lastig met dit weer een keer voor Amsterdam staat, hè? Met LCD-schermen. En beste jongens en meisjes, ouders, beste dames en heren. Mijn naam is Marcel Willemsen, wethouder in deze mooie gemeente Oosterhout. Ik mag de opening verrichten. Wat hebben wij in korte tijd, beste jongens en meisjes, een mooie wijk hier neergezet. Wat staan er in een paar jaar tijd toch geweldig veel woningen. En woningen heb je nodig om in te wonen. Maar dat maakt een wijk natuurlijk niet alleen de woningen. Wil je een echte wijk worden, dan heb je ook voorzieningen nodig. Dan heb je ook een park nodig. Dan heb je speelruimte nodig. En dit, jongens en meisjes, dit is jullie wijkpark. Dit is jullie speelruimte. Hier ontmoeten de ouders elkaar ook. Hier kunnen jullie lekker voetballen. En dit is eigenlijk een van de meest bijzondere speeltuinen van Nederland. Tuurlijk zeg je altijd als wethouder dat jouw stad dat zo bijzonder is. Maar dit, en ik kijk even naar de bedenkers ervan. Dit is echt bijzonder, want dit doet denken aan de ijzertijd. En de ijzertijd, dat is echt heel lang geleden. Dat is misschien wel 2800 jaar geleden. En dat is heel erg lang geleden. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we spullen in de grond hebben gevonden die uit die tijd afkomstig zijn. Zo lang wonen er hier al mensen. En om die herinnering levend te houden, hebben wij een aantal speeltoestellen hier gemaakt die aan de ijzertijd doen herinneren. Onder andere de ijzertijd boerderij. En voordat ik aan de openingshandeling kom, hier staat de priesteres. Priesteres die eigenlijk al 2800 jaar oud is. Want je komt uit de ijzertijd, of niet? De ijzertijd, ja. En de ijzertijd is ongeveer van 800 jaar voor Christus tot 1500 jaar. Dus 2800 jaar geleden, waar ga je al lang mee? Hartstikke mooi, zeg. En met deze priesteres gaan we zo direct met z'n allen, Monique, naar de boerderij om de openingshandeling te verrichten. Beste jongens en meisjes, geniet vooral van dit prachtige wijkpark wat hoort bij de contreien. Geniet ook van de weide waar je lekker kan ravotten, waar je lekker ook kan voetballen. Maar geniet vooral hier van de hoogte. Dit is jullie voorziening. Geniet ervan. Dankjewel. Is de mevrouw van 2800 jaar oud nog in staat om om vuur te maken? We gaan om te beginnen gaan we vuur maken, want vuur en de elementen zijn voor de ijzertijd boerderij, voor de boeren, heel erg belangrijk. De lucht is belangrijk, water is belangrijk, de aarde is belangrijk en vuur is net zo goed belangrijk. Daar kan je van eten, daar kan je eten van koken. Dus nou is het mijn bedoeling om te proberen vuur te maken, maar het gaat niet zo snel als een Het heilige vuur is aangestoken. Bij wijze van offer strooit de priesteres zaadjes, kruiden op het vuur. Als offer aan onze voorouders, moeder aarde en vader zon, gooi ik nu wat meel. Wat moet hij weer aan?
Gegroeid. Zij heeft de zaden gegeven waar wij dit meel van hebben gemaakt. En daarmee zegen ik dus de aarde. Dank u, moeder aarde, voor het meel dat wij hebben kunnen malen van uw graan. Dank u voor alle vruchten die u heeft voortgebracht. Dank aan vader zon voor de kracht die hij heeft gegeven aan moeder aarde, zodat alles is gaan groeien. We zitten nu in de tijd van de zomerzonnewende. De dagen gaan weer korter worden, de nachten worden weer langer. Dus we danken vader zon voor zijn kracht. En wij wensen hem een goede reis terug naar het weer een winterland. Het zout der aarde is een symbool voor het element aarde. Ook daar reinigen we de grond mee. Brandweer. En tenslotte het element water. Daar staat dus de water. Als je het niet vindt om een beetje nat te worden. Wezens van het element aarde. Wij danken u voor uw aanwezigheid hier. En wij hopen dat u met het water alle negatieve gedachten en alle negativiteit wegstoot uit dit gebied. Zodat alle kinderen straks in vrede en vrijheid. Moeder aarde, vader zon, voorouders die voor ons zijn gekomen. De opa's en de oma's van de opa's en de oma's van de opa's en de oma's voor ons zijn gekomen. Wij willen u graag aanwezig te zijn hier bij de opening van deze speelplaats. En wij hopen dat u ons de zegen geeft om hier de kinderen met heel veel plezier te laten spelen. In vrede en vrijheid en met respect voor elkaar. Staan er het ene breken ze aan met haar het banden. Ja, daarom hè. Net zo makkelijk.